Goedemorgen allemaal. Ik wil u graag welkom heten op Matena Staten. Mijn naam is Betty Kooistra. Ik ben vrijwilliger bij het Fryske Gea. We zijn hier in Kwanjum, net boven Leeuwarden, bij het familiehuis van de familie Matena Burmania Vegeling van Klaarbergen. En ik wil u graag meenemen op een tochtje rond het slotje, het kerkje, door het park. Het park is in beheer bij het Fryske Gea, al een paar jaar al nu. En ik wil u graag het hele gebeuren laten zien. Dus ik wil u graag uitnodigen om met mij mee te gaan. Het is een beetje nat vandaag, een beetje winderig, maar dat hoort erbij. Het weer laat zich niet dirigeren. Nou, we staan hier nu midden bij de toegang tot het slotje, het Matena Staten. Even onder de lindes vandaan. Al in 1400, 1450 ongeveer, waren de eerste Matena's hier actief. En dat was Sietse, volgens mij. Maar de meest bekende Matena, dat is Duco. Want het is waarschijnlijk gewoon een Duco geweest. Maar Duco Matena, die hier woonde rond 1500. Er waren twee broers. Maar dit is Matena Staten. En de Duco was zeg maar een Friese vrijheidsheld. Het was connectie van Willem van Oranje. En hij heeft zich altijd erg verweerd tegen de Spaanse overheerster in Nederland. Wat toen de 80-jarige oorlog was. Hij financierde dat uit eigen middelen. En dit was het familiehuis. Het was niet het huisje, het slotje. Wij zeggen altijd het slotje, wat hier nu staat. Wat hier stond in de tijd van Duco, is dit geweest. Ik heb altijd even, dit is het oude Matena Staten. En even deze erbij. Dit. De laatste Matena die hier woonde, dat was Duco van Matena Burmania. Die heeft was vrijgezel. Is op 35-jarige leeftijd uit het leven gestapt. Net als zijn vader en zijn grootvader. En hij heeft het slotje, de kerk, de bijgebouwen, nagelaten aan de kerk. En het slot zoals het toen was, dit, was ontzettend in verval. En de kerk heeft toen ook besloten om in 1900 het oude Matena Staten af te breken. Ze hebben de bekende architect W.C. Hooft hebben ze in de arm genomen en die heeft het nieuwe Matena Staten gebouwd. Het slotje zoals wij het nu allemaal kennen. Ik zeg wel eens en wij zeggen wel eens van W.C. Hooft heeft vast stage gelopen op het Poptaslot bij Marsum. Want ook Matena Staten heeft een siepeltje op het dak gekregen. Het is particulier bewoond door twee echtparen aan beide kanten een gezin zeg maar. Het is ontzettend geïsoleerd, want ja, zoals Kwanjum er nu bij ligt, het komt natuurlijk ook ergens door en dat is door de vliegbasis. Elk nadeel heeft zijn voordeel. En het voordeel van de vliegbasis is dat het niet meer gebouwd mag worden in Kwanjum. Dus daarom is Kwanjum, Jeltsum, Britsum zijn nog zoals het nu is. En er zijn geen grote nieuwbouwwijken bij. Misschien had het anders wel aan Leeuwarden vastgezeten. He? Dat is dus niet, alleen je moet hier niet zijn, dat zeg ik er eerlijk bij, als het Friese vlek is. Want dan om 1:30 dan gaan de vliegtuigen omhoog en dan is het hier een leven van een oordeel. Er zitten ook drie dubbele beglazing in het slotje. Dus, waardoor is Matena nou zo bekend? Niet alleen door het park, maar vorig jaar. Matena is vooral bekend bij de liefhebbers van de stinzenflora. Maar ik vind het ook altijd wel mooi om het te laten zien als de stinterflora uitgebloeid is.
Maar vorig jaar is Matena gekozen tot hotspot op het gebied van de stenzenflora. Nou, wat is nou dan de stenzenflora? Dat zijn de ballen, de knollen en de wortelstokjes. En we hebben natuurlijk ook een prachtige zoekkaart hier op Matena Staten. En ik doe zelf altijd heel veel ook fotografie-excursies op hier in het Matena Staten. En dat is dan natuurlijk ook vooral met de stenzenflora. Het begint met de krokussen en de sneeuwkwakjes en het eindigt met de nierenwattel. Dat is de adderwattel en die staat hier. Dat is wat? Deze? Dat is de adderwattel, dat is de laatste die nog bloeit en de koningin van de stenzenflora uit Haarlems kwakkenspel. We hebben een geweldige gedeelte hier in het park, daar komen we straks nog wel langs. Maar de stenzenflora is nu uitgebloeid, dus we gaan nu gewoon eens een keer anders naar Matena Staten kijken. Nou, het is een prachtig park. Ja, het is nu een paar jaar bij het Fryske Gea in beheer. En hier is elke week is hier een groep vrijwilligers actief die het park onderhoudt. Ja, het ligt er ook bij als een plaatje, dat is wel te zien. Het is zo strak allemaal. Nou, wat hier nu allemaal mooi groen is, onder de bomen. Dat begint in januari met de sneeuwklokjes en de krokussen. En dan is dit één oase van allemaal balletjes. En dat varieert steeds. Er komen iedere keer weer nieuwe soorten bij. Ja, de laatste die er nu nog bloeit is de nierenwattel. Kijk, hij staat in zijn knop. Even zien waar er nog een mooi knapje bij komt. Hij is nu uitgebloeid natuurlijk, maar hij bloeit roze. Even kijken. Daar sta je. Dit is hem. Deze kaart heeft Sjoerd Hogerhuis gemaakt. Dat is de haffotograaf van Matena Staten. Die zit ook in een vrijwilligersgroep. Die woont hier in Kwaaien. Dus die heeft deze mooie foto's allemaal gemaakt. Nou, we staan onder de lindes. Dus het is ook wel leuk om hier. Hè? Dit is de muur, de kademuur die je hier ziet. Dat was vroeger de buitenmuur van het slot. Hier. Dat was de buitenkant van de kade. Van het huis. Het was ook veel groter. Dit is een wooneiland. Je moet het zo zien. Dit is het wooneiland waar het huis op stond. Dit hier achter is, want nu is een camping. Hier heb je het water, het koetshuis, hier achter ons. Daar. En daar in de hoek staat de Kuurmanswente. En hier is de grachtheuvel. Nou, daar wil ik jullie allemaal een beetje bij langs. Leiden. Nieuw aanplant van Linden. Nou, nog wat tuinornamentjes. Wij hebben tegenwoordig ook allemaal mooie bloempotten op het terras staan. Nou, vroeger hadden ze natuurlijk ook tuinornamenten. Dit is er één van. Alleen ik vind het zo moeilijk om dat te lezen. Het is hier zal. Geen. Oh ja. Zeg maar. Kan ook niet alles. Nou, we kijken even naar de Lindenlaan. En dat vind ik zelf altijd heel mooi als je hier het hele jaar doorkomt. En dan in het voorjaar dan is het natuurlijk allemaal koud. En het kan hier ook verhit koud zijn. Ik heb één keer hier een excursie gedaan. Toen waren we met de fotografie. Toen waren we. Nou, net voorbij zeg maar de bochtje daar, toen zeiden ze, Betty, ze zeiden, we willen niet meer hoor, het is veel te koud. Dus toen zijn we eerst naar een koffie geweest, in de Tuurmanswente. En toen de koffie op was en iedereen weer warm, toen zei ik van, nou, iedereen weer warm? Ja, lekker, oké, mooi. Ik zei, dan doen we nu het laatste stuk. Dus we hebben het dan nog even afgemaakt. Maar als je hier dus door de seizoenen zo heen komt, dan zie je ook steeds zie je hier de laan veranderen. Het begint met de sneeuwklokjes en de krokussen en dan komt het in blad. Nou, het staat nu volop in blad. Dit is allemaal linde. En de linde, dat vind ik zelf altijd wel
De linde, dat wordt ook wel de boom van de liefde genoemd. Want als je naar het blad kijkt, dan kun je hier dus een hartvorm in ontdekken. Een hartje. Nu zijn dit allemaal knotlindes, dus die worden om de paar jaar geknot. Maar als je nu een solitaire linde hebt, een linde die vrij in het landschap staat, zeg maar, dan herken je ook in de boom, in de vorm van de boom, dit hart. Dus dat is ook echt zo'n hart als je de boom ziet staan. Daarom wordt je ook wel de boom van de liefde genoemd. Nou, dit zijn hele oude lindes. En hier zitten allemaal gaten in en knoesten. En er zitten dus ook heel veel vogels in. Je ziet, dit is natuurlijk, we zijn hier op de klei. We zijn hier eigenlijk op het oude land. En toen de eerste matenaars hier kwamen, rond 1400, 1500, toen werd net de beeldpolder werd ingepolderd. En de beide broers, Duco, Matena en Hessel. Duco die was de oudste, die erfde het slotje. En Hessel die heeft toen in die tijd bij Bethlehem ook een staten gebouwd. En dat was de toegang tot het nieuwe land. We staan nu op het oude land. En dit is altijd land geweest, zeg maar. Een kwelderrug. En de dorpen lagen op de kwelderrug. En het nieuwe land, daar heeft Hessel zijn eerste staten gebouwd. En Hessel is later naar Franeker gegaan. Want ik krijg ook heel vaak de vraag van wat is nou dan... Want hier staat Martena-staten. Maar in Franeker staat het Martena-huis. En dat was een stadstins. En die heeft Hessel gebouwd. Dat waren beide broers. Dus dat is de verklaring dat je in Franeker het Martena-huis hebt. En hier in Kwaaien met familieslot, Martena-staten. Dus, Duco die had natuurlijk ook een huis in Leeuwarden, hè? Bij de Martena-piep. Daar stond vroeger het familiehuis in de stad. En zomers waren ze op het platteland. Ja, natuurlijk, de stad was een open gebeuren, een open riool en alles. Dus het zal daar niet gevist zijn geweest dat het zomers warm was. De zomers waren ze op het platteland. Ja, leuk hè? Nou, dit doet de linde ook. Dit doet de linde ook. Heel veel wortelopschot om de stam. Dat zien we straks aan de buitenkant ook. En het zal waarschijnlijk voor bescherming zijn. Voor zijn stamvoet. Mooie hartjes erin. Nou, dit is de buitenmuur. Nou, we kijken hieruit op het kampeerterrein. Hier recht tegenover ons. Het werd vroeger altijd onderhouden door de Boskewouters. Want heel lang heeft de familie van de Wal hier op het slotje gewoond. Meer dan 40 jaar. Dat waren eigenlijk een van de eerste bewoners die hier woonden. En die onderhielden hier ook het kampeerterrein en mee het park. Ja, maar meer dan 40 jaar hebben ze hier gewoond. Op het slotje. Ja, het slotje is nu 120 jaar. Nou, de tuin is in die tijd heeft dezelfde lijnen gehouden zoals het nu is. Het is een beetje nakker. Ik was hier in april nog. In april was ik hier nog, heb ik hier ook foto's gemaakt. Was het helemaal wit. Van het fluitenkruid. En dat staat dan zo hoog. En dan heb je dit is allemaal wit. Het fluitenkruid is dan wit. De kers die bloeit wit. Hier staat een hele mooie zoete kers. Die was helemaal wit. Nou ja, dan is hier prachtig. Mooi weer erbij. En dan is het heerlijk om hier te zijn. Het is altijd lekker rustig. Meestal wel. Er staan ook nog wat. En eigenlijk wilde ik nog wel even naar de poort. Zullen we daar nog even naartoe lopen? Dat moet je toch even zien, want dat is ook... En je voelt hier niks van de wind, hè?
Hier om ons heen is het windkracht 6 en het is hier heerlijk. Lekker gezellig smoek. Smoek, schatje. Even naar de poort. Ik vind, dit moet u beslist even zien. Dit is de poort die vroeger stond bij het gebouw van de kanselarij. Het landschapshuis. Ik zoek hem even op. Hier. Het plaatje van het land. Dit is het landschapshuis in Leeuwarden. Waar de kanselarij stond. En hier staat de poort. En dit gebouw is in 1849 is het afgebroken. En toen is de poort is naar Matenastaten gegaan. En toen stond hij hier tegen de muur naar de Tuurmansweg toe. Nou, en met het in beheer komen bij de Fryske Gea is het park helemaal hersteld. Ook de poort is gerestaureerd. Dit is ook nog een stukje wat erbij hoorde. Dit stukje. En dit was dus echt zoals de poort stond in het landschapshuis. En bovenop is het wapen van Nederland met de zeven gewesten. De liggende leeuw. Nou, en dit is dus nu de toegang tot Matenastaten. Die grote bouwen die hier op de muur ziet liggen, die lagen vroeger om de staten. Zeg maar op de hoekjes bij de kades lagen de ballen vroeger. Die zijn ook hier weer geplaatst. Helemaal gerestaureerd. En soms dan bleef je wat. Ik was hier ook eens een keer in april op een hele mooie zonnige zondag. En toen staat deze muur, zo van de poort, staat vol met allemaal Aziatische lieve heersbeestjes. Echt een paar honderd. Allerlei kleuren. Dus de muur was warm, maar ze zaten hier allemaal mooi op de muur. En dan kom je soms ook in het najaar, dan stap je door de poort en dan is het hele park in herfstkleur. Nou, schitterend. Er zijn ook nog ornamentjes van vroeger. Dan is het bad van het park. De bosstulpjes, de stenzenflora, de vogelmelk, nee, daar is loogbertie, halwattel, voorjaarshelmbloem, blauwe anemoontjes, narcisjes. En dat is ook wel heel grappig, want dit lijkt wel een wilde narcis, maar hij lijkt ook meer op de tetatetjes. Dat zijn die narcisjes die wij allemaal wel kennen uit de bloembakjes. En toen hier vroeger een mevrouw woonde op het slotje, die was vrijwilliger in het ziekenhuis, in het Bonifatius Hospitaal. En dan hadden de patiënten kregen dan van die bloempotjes met die narcisjes. En als ze dan uitgebloeid waren, dan nam zij ze mee en dan zetten ze hier in het park. Dus dan kom je hier in het voorjaar in het park en dan heb je dus heel veel originele stenzenflora. Want dat is vanaf 1600 is het langzaam allemaal naar Friesland of naar Nederland gekomen. En dan zie je ineens die tetatetjes ertussen. Maar ja, het Fryske Gea heeft het park overgenomen zoals het nu is, inclusief tetatetjes. Maar als je dan in een van de laatste narcissen die hier bloeit, dat is Narcissus Poetica, de dichters Narcissus, dat is echt, dat is, die is zo, zo mooi. Even zien of die op mijn kaart staat. Ik zie hem er niet bij staan. Maar die moet er nog eens even bij. Nou, we gaan nu even vliegen van duiven doen. Hier kun je, wat zie je, hier ligt dus als het ware een klaar, misschien een voetpadje. Nou, we staan hier nu gewoon zo midden in het bos, de Lindelaan, de prachtige rode beuk. Maar als je hier dan in februari komt, dan is dit hele stuk is wit van de sneeuwklokjes. En, de krokussen. En nu de rode beuk. Rode beuk is een... vaak een statussymbool ook, als boom. En, iedereen kent in Friesland bijna wel Roodbaard, de grote tuinarchitect van de Kleinse, Oranje Woud,
Spanje staten. Goedemorgen. En die gebruiken heel vaak ook rode beuken als statussymbool. Dus als je een beetje verstand was, nou, Maarten en Staten is natuurlijk verstand, dan moet daar wel een rode beuk staan. Nou, die staat er ook. Kijken nog even naar de slotje. Nou, maar dit is dus dit is door de bewoners. Het park is vrij toegankelijk altijd. En je hebt natuurlijk mensen die lopen dan even zo over het water. Dit is de zoete kers. En de schietwilg. Mijn zoon zei vroeger altijd dat dit een luie boom was. Omdat hij de takken zo liet hangen. En dit is in het voorjaar ook, als hij net in blad komt, dan is het gewoon geweldig om hier even onder te staan. Ik heb ook tig foto's natuurlijk van die boom. Maar ik wilde even hierheen. Toen de Friese Geer het park in onderhoud kreeg, toen hebben ze ook de kaders hebben ze allemaal hersteld. Er zijn nieuwe beschoeien bij langs gekomen. En dan hebben ze het water eruit gepompt. En tot ieders verrassing kwam er ineens een kleine schat tevoorschijn. Want hier voor ons, onder water, ligt compleet intact een paardenwed. En het paardenwed, ik noem dat altijd een wasstraat voor paarden. Maar hier werden dan vroeger de paarden gewassen. En dan had je, even zien, ik heb in mijn, even kijken hoor. Dit is, ja, kijk, zo moet je het weer zien. Het wooneiland. Dit is het water. En hier, die twee inhammen, dat zijn de toegangen tot de paardenweg. De paardenweg is heel mooi intact. En die ligt hier weer gewoon onder water. Niemand wist ook dat hij hier lag. Dus dat was echt een verrassing. En dan heb ik nog, dan zoek je dat even wat op. En dat vond ik nog op het internet. Een schilderij, hoe dat ongeveer zo. Het is in Haarlem, het is ook zo'n paardenweb. Zie je wel, dan komen ze er zo in. En het is net een wasstraat. En dan waren ze gewassen en zo weer uit. En dat ligt hier ook. Ik weet verder ook niet, we weten verder ook niet of er in Friesland nog zo'n paardenweb is. Maar hij is volledig intact, ligt hier onder water. Dan moest hij eigenlijk moest je droog, maar dat kan niet. Nou, de laaie boom, de schietwel, de rode beuk, de rode is een cultivar, en normaal is de beuk groen. Het kan ook best gebeuren dat uit de beukennootjes van zo'n rode beuk alleen maar groene beuken komen. Dat is wel grappig. Dit is de koningin van het bos, hè, wordt de beuk genoemd. Kijk, hier. Nou, er is wel eens wat stormschade. En hier is ook met de storm is weer een boom omgegaan. En in het voorjaar, als ik hier dan ben, en ik ben ook wel wat een beetje een bomengek. En toen was ik hier van het voorjaar en vorig voorjaar ook. En dan komt deze boom komt in blad. Een hele lichte boom, kun je wel zien. Echt een hele lichte kleur. En ik kon natuurlijk zo niet zien wat voor boom dit nou was. Ja, toen ben ik toch een beetje ondeugend geweest op een gegeven moment. Ben ik op de tenen tussen de balletjes doorgelopen. Maar ik moest toch eigenlijk weten wat het was. Nou, dat blijkt dus. Het is een iep. Maar dit is heel licht blad. Het zal wel een aparte soort zijn, denk ik. Maar het staat mooi. Ik ga weer een. Van wie zou die nou weer zijn? Een gans of een zwaan? Of misschien nog een reiger? Die kan wel mee. De schelpjes die knarsen onder de voetjes. Nou, deze beuk, ik denk toch wel dat die tegen de 200 jaar is. En dat is zo'n mega. Nou, en de broedvogels worden hier ook geïnventariseerd. En dit zijn de hakjes, die worden allemaal gevalt.
Er komt straks ook een zoekkaart van de broedvogeltjes die hier op Matenastade voorkomen. Ik hoor nu de vink. Vinkenslag. Spechten zitten hier wel. Ik heb hier zelf al een keer de groene specht gehoord. Reigers, buizerd. En allemaal kleine zangvogelmeesjes, pimpelmeesjes, roodbarsje, musjes. Je kunt hier van alles tegenkomen. En zevenblad. Kijk. Deze. En groen erbij. Nou, dit is de, zeg maar de slotgracht. Vroeger liep de slotgracht rechtdoor. Maar op een gegeven moment kwam toch ook steeds meer de landschapstijl in de tuin en in de mode. En met mooie slingerende paadjes en slingerende sloten en water en vijvertjes. En toen hebben ze hier ook een bochtje in gebracht. Zo een bochtje. En hier was vroeger een klein eendenvijvertje. Daar hebben ze het bochtje doorheen gelegd. Dus dit is 1836. Het bochtje, loopt zo. En dit is van 1812. Kijk, er was hier nog een vijvertje. En dan liep dit gewoon recht. Kijk, zo heeft hij vroeger gelopen. Recht. Dat was ongeveer, nou, ik denk zo. Zo recht. En dan lag hier een vijvertje. Een eendenvijver. En dat hebben ze nu bij de sloot gevoegd. De appeltje van oranje. Dit is ook wel apart, hè? Zo'n baan in die boom. Wat daar, ja, of daar ooit iets gebeurd is, ik weet niet, maar ik vind het wel apart. Nou, dan wilde ik hier nog even, want dit is ook wel leuk. Moeken met een dorpseend met drie jongen. Drie verschillende kleurtjes. Een gele, een donker en nog een beetje een bruine. En dit is sinds 2 jaar is dit pad hier zo helemaal om de staten heen gekomen. En ik zei al, we hebben hier bij Maarten en Staten hebben we een hele trouwe groep vrijwilligers. En die onderhouden het allemaal. En die hebben hier allemaal hun eigen boom gekregen. Dat vind ik wel fijn. Verborgen in de natuur, vrijgesteld en onbeheerd door de vrijwilligers van Boeten, Matten en Staten, Kwaaijem, Zimmer 2018. Hier staan 14 bomen voor elke vrijwilliger één. Hier op dit rijtje. Is toch leuk? Nou, je kunt hier helemaal zo kun je om het park heen lopen. En als het dan een beetje krom gaat, zo tussen de bomen door, dan zie je daar het nieuwe bosje. Wat nu dus ook sinds 2018 bij Matenastaten hoort. En het was vroeger van Statenbosbeheer. Maar dat wil ik nog even vertellen. Matenastaten, het slotje, is in eigendom bij de stichting Matenastaten. En het kerkje is een paar jaar terug overgegaan naar de Vereniging voor Oude Friese Kerken. En de Tuurmanswente is ook een zelfstandige organisatie binnen Maarten en Staten. Horen jullie die? Dat is de holenduif. Die zit hier ook op de Staten. Die heet op zijn Fries heet hij het blauwdoken. En de eerste keer dat ik het hoorde, toen dacht ik dat ik een uil hoorde. Omdat hij leuk. Dit is ook een mooi doorkijkje. Vooral in het vroege voorjaar, daar staat het hier blauw van de vergeetmenietjes. En dan komt het nieuwe blad in de bomen. En dan is het een heel mooi doorkijkje. Moeke.
Ze heeft nog drie. Dorpseentje. Nou, nu komen we bij de schatkamer van Maarten en mijn vader. En als u dit zo ziet, dan ziet u, nou ja, dat is een lindelaan. Ja, dat klopt, dat is een lindelaan. Maar in april, dan bloeit hier het Haarlems klokkenspel. En dat is dus de koningin van de stinzenflora. En Maarten en vader heeft hier deze hele lindelaan. Die zit daar vol met dit, dus een, met dit plantje. Dit is een saxifraga, dat is een cultivar, want hij is gevuld, kun je zien. Hij is dus ook niet meer vruchtbaar en hij vermeerdert zich via de wortelstokjes. Nou, en in de periode dat de maten en zaten helemaal weer opgeknapt is het park, toen is de lindelaan hier is helemaal afgegraven in plaggen. Is in stapels gezet en zo hebben ze, en toen hebben ze de beschoeiing allemaal hersteld en toen hebben ze nadien hebben ze de plagen allemaal weer teruggebracht en in de hoop dat het Haarlems klokkenspel dan weer opnieuw zich zou herstellen en het is inderdaad ook gebeurd. Het is allemaal van, is hier weer prachtig mooi in april, mei om hier eens een bezoekje te brengen aan het Haarlems klokkenspel. Ja, ze zeggen wel eens tegen mij, jij altijd met je klokkenspel, maar en nu is er niks meer van te zien. Nu hebben we deze prachtige lindes. De camping wordt ook wakker. Je kunt hier ook met vakantie naartoe, ziet u wel, op de camping. Ook zien, hè? Met het herstel van het bosje daar hebben ze hier ook allemaal takkerillen aangebracht. Ja, voor de kleine vogeltjes en de muizen en nou, alles wat maar daarin wil. En dit vind ik ook altijd fantastisch, hè? De kastanjes. De kastanjelaan van Maarten en Staat is al heel oud. En je kunt ook heel mooi zien dat de bomen die groeien allemaal naar de zonkant. Het zuiden, die daar, daar ligt Leeuwarden. Hele oude. Dat kun je mooi hier zien. De laan. Die kant is de noordkant. En die kant is niet zo breed begroeid. Maar hier hangen ze helemaal over, meters over. Nou ja, en in het voorjaar, als dan de kaarsen erin zitten, als ze bloeien, dat is echt geweldig. Mooi. En dan kijken we even over de was. Dit is de begraafplaats van de familie Matena Bermanje Vegeling van Klaarbergen. Na de tijd van Napoleon mocht het niet meer begraven worden in de kerk. En ik bedoel, als je een mate naar Bermanië bent, dan ga je niet bij het gepeupel op de kerkhof liggen. Maar dan heeft Julia Asensia heeft een eigen begraafplaats laten maken voor de familie. En hier liggen 15 maten naast begraven. Dus we kunnen er even naartoe lopen. En het was nou, de tijd van Napoleon dat er niet meer begraven mocht worden in de kerk. Daar komt ook het spreekwoord vandaan. Een rijke stinkert. Ja, maar die lagen meestal in de kerk. Nou ja, daar gebeurt hetzelfde mee als met ons. Nou, we komen nu op de buitenkant. Het buitengebied van Matenstaten. Dit is de oude terp. En dit is, daar ligt Leeuwarden. Dit is het oude land. Dit was vroeger het oude land. Nou, en waar je nu de nieuwe weg hebt naar Stiens. Dat was de grens met het nieuwe land. Daar was de zee. En toen de eerste matenaars hier kwamen rond 1500, toen waren ze bezig met het inpolderen van het beeld. Dus toen was de wereld hier heel anders.
veel meer kwelder, veel meer nat. En dit is dus een terp. En als je nou eventjes daar kijkt naar dat huisje, dan kun je zien dat de grond hier langzaam oploopt naar de kerk toe. En dit gedeelte is helemaal afgegraven. En dat is in de tijd van de afgravingen van de terpen, is dit bijna aan het kerkhof toe afgegraven. We kijken gewoon even over het hek heen. Als we er niet recht even. Kijk. Oude beuken erbij. Er zijn een paar beuken omgewaaid, die zijn weer hersteld. Maar dit zijn ook prachtige bomen, hè? Met die afgezakte sokken noem ik dat dan altijd. Ook rode beuken. En hier liggen dus de matenas. Er mag niet meer begraven worden. Bij het testament van de laatste is dus beslist dat er niet meer begraven mag worden. Dus er komen geen mensen meer bij. Het zijn heel eenvoudige stenen. Maar ja, hier liggen ze. En het is ook een heel aparte vorm. Het is een ovale vorm. Ja. Ik denk dat de tijd bijna om is. Hier op deze plek aan de ingang, de andere ingang van Matenastaten, wou ik deze excursie beëindigen. Ik wil u heel graag heel hartelijk danken voor uw belangstelling. Ik zou zeggen, breng eens een bezoek aan Matenastaten. Het is zeker de moeite waard. En verder wilde ik u er nog even op attenderen op de volgende excursie. Die is 8 juli, woensdag 8 juli, met tieners bij de Vismigratierivier bij het nieuwe Afsluitdijk Waddencentrum. Ik hoop dat ik u nog eens een keer weer zie. Hartelijk dank.